zit in Hilversum, op een industrieterrein in een loods. En hier zijn we boten aan het bouwen. Ja, uiteindelijk had ik, kijk, ik was 15 jaar van mijn leven ermee bezig geweest. Ik heb uiteindelijk in 2000 een financier gevonden die met me mee wilde. Dat was Victor Muller. En met zijn hulp en zijn netwerk en zijn geld kon ik verder ontwikkelen. Een handgemaakt product, mooie materialen. Ik vergelijk het ook, we noemen Sylvesters automotive concept. Dus dat is helemaal refererend aan de haute couture en de haute cuisine. Zodra je iets kleinschalig maakt, kan je middelen en materialen gebruiken die grote jongens niet kunnen gebruiken. Als ik met een tekening kom van een hele mooie auto, in feite, iedereen kan een mooie auto tekenen. Tenminste iedereen, maar je kan een mooie auto tekenen, zeker met die CAD-programma's, die tekenprogramma's van tegenwoordig. En dan roepen dat die sneller is en mooier dan een Ferrari of een Bugatti. Dat is geroep, dat moet je ook nog aantonen. Dus ik wilde pas wat roepen op het moment dat ik mijn eerste prototype op kenteken had en rijdend had. En dat maakte ook dat ik een investeerder kon overtuigen. Ik denk dat een paar dingen meespelen. Ik heb last van dyslexie. Dat is bekend, daar ga je compenseren met andere dingen. Dus de meeste mensen met dyslexie hebben een heel goed ruimtelijk voorstellingsvermogen. Dus ik heb zo'n 3D-computertje, ik kan alles draaien in mijn hoofd en bekijken. En constructies al testen in mijn hoofd voordat ik ze ga maken. Nou, ik schilder en ik beeldhouw en daar haal ik heel veel voldoening uit en inspiratie uit. Met de beperking van de schilderij vind ik dat je het alleen maar kan zien. En dan vind je het mooi of niet. Een extra dimensie komt bij een beeldhouwwerk. Kan je het ook nog aanraken, je kan er omheen lopen, de lichtval doet mee. Maar je vindt het mooi of niet. Maar zodra je de techniek in stopt, dan is het eerste ziet er alleen maar mooi uit. Het eerste ziet er mooi uit en klinkt mooi. Maar als er techniek bij komt en je maakt een voertuig waar je zelf in kan, dan klinkt het mooi, voelt het mooi en dan heb je weer bijna al je zintuigen geprikkeld. Zakelijk succes is voor mij noodzakelijkheid, net als de bedrijfsmate, de bedrijfsvorm. Ik wil creëren, dus ik ben ontwerper. En ik ben, omdat het moet, ondernemer. Dat ben ik ook graag, want ik ben gewend om eigen baas te zijn, dus dat wil ik ook graag. Maar dat is voor mij een noodzakelijke tool om levensvatbaar te maken wat ik ontwerp. Ik kan wel een ding maken in een hoek zetten en dan stopt het. Maar ik wil dat al mijn kinderen een eigen leven gaan leiden. En ik wil dat er straks auto's rondrijden, mij vliegtuigen, dingen die kunnen vliegen, dingen die kunnen varen of apparaten. Ik wil dat soort ontwerpen nalaten die gewoon dan een eigen leven kunnen gaan leiden. Je moet zelfkennis hebben en je moet je beperkingen kennen.